Wij gaan naar Arjen van der Linden. Waar kom je vandaan? Waar woon je? Amersfoort. En je bent stadsdichter? Geweest. Van Amersfoort? Van Amersfoort, ja. En je bent nu wel nog steeds dichter, maar geen stadsdichter? Precies, ja. Zelfstandig je blijft altijd dichter, maar je bent hooguit 2,5 jaar stadsdichter. En over welke tijd spreken we dan dat je er bent geweest? Ik was het van 10 tot 12, 12,5 jaar. Oké, oké. En je hebt voor ons een coronaproef gedicht gemaakt, geschreven? Ja, nou, ik heb eigenlijk een liedtekst gemaakt. En ik nodig alle muzici in dit land uit om daar de muziek bij te maken. Zodat we daar een totaal mooi lied van kunnen maken. Maar betekent dat je vraagt of muzici willen componeren of dat ze allemaal gewoon mee willen spelen van wat je in je handen hebt? Dat ze gaan componeren en het geheel afmaken. Ik heb de ene helft geleverd. Tekst geleverd en nou aan de muzici om daar passende akkoorden onder. Maar dat betekent dat misschien nu een aantal mensen denken, ik krijg opeens een ingeving. Maar dan moeten we natuurlijk een keuze maken, want je kan niet iedereen. Het moet toch één muzikaal ding worden, of niet? Ja, nou ja, dan ga ik met die mensen in gesprek en kijken hoe we tot elkaar kunnen komen. Misschien zijn er meerdere opties. Een corona-conclaaf. Precies. Ja. Een heel album vol corona. Als er witte rook uitkomt, dan hebben we de juiste compositie gevonden. Precies, en wat voor compositie moet het zijn? Ja, weet je, gezien de tijd wel een beetje een serieus. Het is geen dranklied, want ja, de cafés zijn toch voor het grootste deel leeg. Ja. Dus het moet wel ik zit wel aan een mooie ballad of zo te denken. Ja, en wat is de inspiratie behalve corona? Maar omschrijf eens je gevoel toen je dit bedacht of maakte. Nou, weet je, we kwamen hier aan en dan heb je altijd al direct, dat heb je natuurlijk overal, maar ook hier, van mensen die je begroeten en die staan er een beetje ingevroren. We doen ook ons niet meer ons best. Normaal deden we dit, maar nu doen we ook. Ja, want nou heb je natuurlijk net geniest in die elleboog. Dus om die nou een ander toe te. Dat is ook zo. Je bent romantisch van aard, hoor. Ja. Dus ik wil weer terug naar drie kussen of een hand. En dat is ook de titel van het gedicht. Zullen we gewoon het gedicht laten horen? Ja, dan. Wil je het voordragen? Ik ga het voordragen. Dan gaan we luisteren. Arjen van der Linden heeft een coronaproof gedicht geschreven. En ben je muzikant? Heb je daar een gevoel bij? Laat het ons dan weten of componeer de perfecte muziek onder het gedicht. Precies. Van Arjen. Precies. Drie kussen of een hand. Het lijkt zo lang geleden, drie kussen of een hand. Een schouderklop, een aai, een knipoog van haar kant. Het lijkt zo lang geleden en het zal niet meer verbazen. Een huk van een vriendin, een vriend schenkt volle glazen. Maar nu voelen we ons onhandig. Waar zijn we in beland? De groet is ingevroren. Drie kussen of een hand. Het buurtcafé op stoom verbroedert stap voor stap als stamgasten elkaar omhelzen aan de tap. Het concert in het theater, het snoepen van de vrucht. Uitzinnig is de meute, de handen in de lucht. Maar nu voelen we ons onhandig, waar zijn we in beland? De groet is ingevroren, drie kussen of een hand. Het lijkt zo lang geleden dat stadion massaal, een voorzet diep van links, die kopbal op de paal. Het lijkt een eeuw geleden. Echt leven in je land, de tijd van samen spelen, drie kussen of een hand. Nu staan we daar te staan, onhandig met een arm, die elleboog oogt fout. Het nieuwe warm is koud. Dat is mooi. Ik hoop dat iemand de geest krijgt. Ik ga mijn zingende zaag uit de kast halen. Ik heb een idee. Als jij een idee hebt, Paul. Ik ben niet muzikaal, ik ben muzikaal, maar dat kan ik echt niet. Nee, dat is echt, dat is echt een vak. Jij kan zingen dan. Ik kan wel zingen. Ja. Je hebt ook nodig, hè? We hebben ook een zanger nodig. Ja. En voor wie ga je tekenen? Nou, ik ga eigenlijk tekenen voor alle dichters en ook stadsdichters in het land die allemaal nu op de bank liggen. Ja. En graag hun woorden willen strooien over het land. En hoeveel zijn het er dan? Nou, aan de stadsdichters. Kijk, we hebben 355 gemeentes. Dus. Nou, Blarikum heeft geen stadsdichter. Tegenwoordig de gekste dorpjes. En heb ik niet over maar Blarikum. Maar is geen gek dorp. Nee, is geen gek dorp. Maar de kleinste kleine dorpjes, die hebben tegenwoordig al een dorpsdichter ook. Hè. Dus stadsdichter is ook nog dorpsdichter geworden. Ik denk dat we er over zo'n 300 zullen hebben in totaal. Zo. In Nederland, ja. Je doet als
gemeente niet helemaal mee als je hem niet hebt. En er is ook een jaarlijkse stadsdichtersdag in Lelystad, ja, of all places. Lelystad pakt echt uit. Ja, 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 ja. Ja. Voor alle stadsdichters is er dan een grote feest en die treden op in allerlei wijken. En ook oude stadsdichters mogen ook komen? Nee. Dat is alleen voor de huidige. Ja. Oké. Okay. Ja. Je getekent namens 300 stadsdichters. Ja, 300 stadsdichters. En alles wat verder nog op de bank ligt. Hè. Dat, hoeveel ga je dan nu tekenen? Ja, voor 300. 300 in totaal. Ja, 300, stadsdichters en wat er verder nog op de bank ligt. Ja. Dus een hele mooie. Ik wens je heel veel succes en bedankt dat je dit gedicht wilde voordragen. Ik hoop dat er op gereageerd gaat worden. Dank je wel. Teken, Arjen. Ja, okay, dank je wel. Voor die 300 stadsdichters. En wat er nog op de bank ligt. Ja. We krijgen ontzettend veel mailtjes binnen van mensen. Bijvoorbeeld Annelies. Zonder verbeelding weet je niet hoe het anders kan. Het gaat eigenlijk om wat je van cultuur vindt. Cultuur is de passie om het leven nog mooier te maken, zegt Janneke. Wendy, cultuur is de drijvende kracht van het leven. Arjen, heel erg bedankt. Cultuur is ontspanning en moet blijven. En dat mooiste is van, je moet de toppers steunen van de cultuur. Cultuur in actie!